Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij alweer het derde deel van De Adelaar is gelamd. En ik ga jullie het verhaal verder vertellen over de grootste complottheorie ooit. Nou, we zijn een beetje op het stadium beland dat Devlin is aangekomen in Engeland. Die is gelamd met zijn parachuut en die moet een beetje de operatie gaan voorbereiden in Engeland. Eenmaal aangekomen in Engeland ontmoet hij Mrs. Grey. En Mrs. Grey is iemand die daar al lang woont in Engeland. En ook deel uitmaakt van het complot. Dus die is eigenlijk ingeschakeld om Devlin te ontvangen. En van Mrs. Grey krijgt Devlin een shotgun om hemzelf te verdedigen als het nodig is. Want hij krijgt daar een soort baantje als moeraswachter. Zodat het ook niet opvalt als je een shotgun bij je hebt. En hij krijgt nog een brommer om rond te rijden overal en om het land een beetje te kunnen verkennen. En Mr. Devlin ontmoet Molly in Engeland. En dat is een meisje waar hij dan later ook verliefd op wordt. Alleen is het grappige dat daar kom je alleen vroeg in de film achter. Maar die Molly, die is eigenlijk het tegenovergestelde wat Devlin is. Want die Molly die brengt telkens eten naar de haven, want dat wordt dan gebracht naar het front. Terwijl Devlin juist wil dat de Duitsers winnen. En Mr. Devlin ontmoet nog een man. Die is er niet zo blij mee eigenlijk dat Devlin is gekomen. Want die vertrouwt Devlin helemaal niet. En die heeft ook een oogje op Molly. Dus die is helemaal al zat van Devlin als hij binnenkomt. En die man met wie hij eigenlijk meteen aan de stok krijgt, dat is Arthur. En Arthur zegt als hij weggaat, als onze paden elkaar nog ooit kruisen, dan ga jij weg als ik er ben. En dat speelt nog later een rolletje. En hij sluit zich daar meteen aan bij de kerk die daar is. Om een beetje een soort vriendschap te sluiten met die dominee die daar is. En die dominee is heel erg gelovensgezind. En die gelooft eigenlijk iedereen meteen die daar langskomt. En dan zegt de dominee eigenlijk van Mr. Devlin, we zitten in moeilijke tijd als de kerk. Er komen steeds minder mensen. En steeds minder mensen sluiten zich aan bij de kerk. En misschien bent u wel een van de laatste. Maar, en dan citeert hij uit de Bijbel, de laatste zullen de eerste zijn. Ondertussen, back in Germany, bereiden Kurt Steiner en zijn mannen zich voor op een landing. Dus die hebben een vliegtuig geregeld. En die zijn weer terug een beetje in rang. Allemaal weer soldatenkleding en zo. En het idee van Radel, want Radel komt weer terug in deze aflevering natuurlijk, is dat ze vliegen in een Engels vliegtuig. En dat Engelse vliegtuig is vrijwel intact buitgemaakt door de Duitsers een keer in een luchtoorlog. En dan moeten ze zich vermommen als Poolse soldaten, want het Poolse accent op Engels lijkt vrijwel intact op het Duitse accent in Engels. En dan moeten ze in dat dorpje in Engeland waar ze terechtkomen doen alsof ze Poolse militairen zijn die op oefening zijn in Duitsland, in Engeland. En dan vindt zich nog een hele lange scène plaats in Engeland waar Devlin dus is. Tussen Devlin en Molly en die krijgen een soort verkering terwijl Arthur juist had gezegd dat dat totaal niet mocht. En dan gaat de scène, wordt weer overgeschakeld naar Duitsland waar Kurt Steiner en zijn mannen zich dus voorbereiden op de landing. Dan vertelt Radel nog tegen Kurt Steiner en zijn mannen dat ze van Hitler zelf de complimenten hebben en de gelukwensen dat het maar goed gaat komen. En ze hebben nog een speciale parachute. Dat is namelijk een parachute waarmee je iets kan sturen. Want ze moeten landen op het strand, op een verlaten kustlijn, waar het dus ook al eerder over ging. En op een strand kan je natuurlijk vrij snel in zee terechtkomen en dat zou je niet willen. Dus daarom kan je met de parachute, als je het tenminste een beetje kan, een beetje sturen, in de wind komen en goed op het strand landen. Alleen Kurt Steiner zegt nog één ding, want ze worden natuurlijk vermomd als Poolse soldaten. Maar Kurt Steiner zegt van, één ding wil ik. Ik wil mijn nazi-uniform, mijn Duitse uniform, wil ik dragen onder mijn Poolse uniform. Want als ze in Engeland mij uiteindelijk pakken en ze zien mij alleen in een Poolse uniform, dan denken ze dat ik een spion ben. En spionnen, daar rekenen ze in een oorlogstijd vooral vrij snel mee af. Daar wordt de kop afgehaald, die worden vermoord. Terwijl als je daaronder een uniform hebt van de Duitsers, dan weten ze van je bent een Duitse soldaat. En als je een Duitse soldaat bent, dan word je natuurlijk krijgsgevangen gemaakt.
En dan word je niet vermoord. Dus Kurt Steiner zegt, ik doe het, ik ga deze hele missie aan. Maar alleen als ik mijn Duitse uniform mag dragen onder mijn Poolse uniform. En dat wordt uiteindelijk goedgekeurd door Radel. En Devlin die komt in Engeland nog even langs de kerk. En daar zit die Molly weer. Dus die praat weer even met Molly. En dan komt opeens Arthur. Komt bij de kerk, bij het pleintje om de kerk. Komt hij en dan zegt hij, nu ben ik hier. En is het jouw tijd om te vertrekken. En dan komt een hele spannende scène. Dus Devlin die zet zijn geweer opzij. En die zegt van, nou kom maar op, boksen. En die Arthur denkt meteen van, oh, makkelijk. Maar ze vergeet eigenlijk dat Devlin de soldaat is van de IRA. Dus die is heel goed getraind. En zeker ook met vechten. Dus die klapt die Arthur in 3 klappen neer. En dan komt de dominee van die kerk komt de kerk uitlopen. En die zegt zo van, wat zijn jullie hier aan het doen? En dan zegt Devlin, oh, het komt allemaal goed hoor. Ik vertel hem gewoon over de heilige drie-eenheid. En midden in de nacht regelt Devlin in Engeland met een paar andere mensen die hij daar kent, die ook in het complot zitten, 2 grote legertrucs. Zodat het legertje, als het geland is, zich allemaal snel kan verplaatsen. En ondertussen staan alle Duitsers onder command van Kurt Steiner klaar voor het vliegtuig. Er hangt mist, een hele diepe mist. Waardoor het waarschijnlijk stukken makkelijker is om over te vliegen zonder dat ze gezien worden. En Radel checkt ze nog 1 keer voor de allerlaatste keer. En dan hebben ze ook allemaal Poolse namen opgeschreven voor zichzelf. Zodat als ze zich moeten identificeren aan iemand in Engeland, dat het echt duidelijk is van dit zijn de Polen. En dat is dus wel heel grappig hoe ze zich dan allemaal gaan voorstellen aan Radel nog. Best een langdradige scène. En dan stappen ze allemaal 1 voor 1 in het vliegtuig. En dat vliegtuig stijgt op. En Radel zelf gaat niet mee, want de hele groep staat onder leiding van Kurt Steiner. Dus Radel zegt nog voor de laatste keer, ik wens jullie allemaal geluk. En denk er nog even aan, dit begon allemaal als 1 grote grap. En nu gaat het uitgevoerd worden. En dan zegt Kurt Steiner terug, ik hoop dat Churchill ons vorm van humor begrijpt. En ondertussen is Devlin in Engeland, want die schakelingen zijn steeds sneller achter elkaar. Want Devlin is in Engeland op het strand een heel gebied aan het uitzetten met zeil, zodat het duidelijk is waar de Duitse parachutisten moeten gaan landen. En Devlin heeft via radiocontact nog het allerlaatste contact met de mensen in het vliegtuig. En dan wordt er gezegd van Igor out, Adelaar uit, want Adelaar is de codenaam. En we gaan landen. Maar Arthur, de man die die eerder in elkaar heeft geslagen, die heeft hem door. Die heeft zijn kamer onderzocht. En die vindt daar een heel noodblok met allemaal aantekeningen van hoeveel soldaten er landen en dat soort dingen. Hij vindt een Duits pistool in die kamer. Dus hij denkt 1 plus 1 is 2. Hij weet toevallig dat die 2 auto's waarmee dat hele leger vervoerd gaat worden, Dat is gestolen. En hij denkt, nu weet ik het allemaal. Die man moet gepakt worden en gestopt worden. Want anders verliezen we de oorlog. Maar Arthur die zegt van, ik ga hem nu pakken. Het is nu de tijd dat we hem pakken. En dan zegt Molly, want Molly komt Arthur tegen. Die zegt van, laat mij eerst met hem praten. Ik denk dat dat beter is, want wij kennen elkaar beter. En dan kunnen wij het 1 plus 1 oplossen. En dan zegt Arthur, nee, hup, ik ga, rob maar op. En Molly die denkt dan van, nu moet ik het heft in eigen hand nemen. Dus die pakt het geweer van Liam Devlin, wat daar toevallig nog staat. En die richt het en die schiet. En dan vindt dus die hele landing plaats, met die hele parasitistenlanding. En dat hebben jullie ook al in het outro van aflevering 1 kunnen zien hoe dat ging. Maar hier zien jullie hem nu in beeld nog even. Alleen, het ging een beetje mis, want dat hele besturingssysteem wat zou werken, werkte helemaal niet. Dus ze landen 1 voor 1 allemaal in zee, maar ze komen er wel allemaal levend uit. En dan komen Devlin en Steiner en alle mannen komen aan in een beetje de plek waar Devlin normaal altijd zit. En die merken dus ook dat Arthur daar vermoord is. En nog erger, Arthur is neergeschoten natuurlijk met het geweer van Devlin. Dus die moet daar zo snel mogelijk weg. Want iedereen verdenkt natuurlijk Devlin.
En hoe dit verder gaat, als je dat wil weten, vergeet dan zeker niet te kijken naar de volgende aflevering van Mannen lezen, van Mannen lezen de vrouw helemaal niet, van De Adelaar is geland. En dan hoop ik jullie allemaal weer te zien bij de volgende aflevering. Tot later!